Alan Wake 2, die wordt uitgegeven door Epic Games en gemaakt door Remedy, dropt op 17 oktober voor de PlayStation, Xbox en PC. En je volgt hier het verhaal van ja, schrijver Alan Wake, maar ook van de FBI-agent Saga Anderson. En deel 1 kwam in 2010 uit en dat was een soort van Twin Peaks-achtige game. Ik vond hem zelf heel erg gruwelijk en kan daarom ook niet wachten op deel 2. En het ziet er in ieder geval heel erg vet uit. Goed, op het algemeen met alles rondom Alan Wake 2, volg dit kanaal.